Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe Hands of History. Dit keer hebben we het over dit saai uitziende bruine boek. Maar als we het open doen, is het helemaal niet zo saai. Het is namelijk een scrap of newscutting boek. Nou, wat is dat nou? In zo'n boek kun je allerlei scraps, losse stukjes papier of foto's verzamelen over een bepaald onderwerp of over je leven. Zoals je hier al kunt zien. Alvast een sneak preview. In de 19e eeuw was dat erg populair bij mensen om bijvoorbeeld over een bepaald onderwerp of over hun eigen leven allerlei scraps of artikeltjes te verzamelen en die in zo'n boek te plakken. Vooral voordat er dus veel foto's gemaakt konden worden, werd dat vaak gedaan. Dit boek is eigenlijk een archiefje van één persoon over allerlei scraps die te maken hadden met de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding. En het begint hier met hoofden van illegale papieren tijdens de bezetting van de Duitsers. Dus dat waren de illegale krantjes die werden verspreid in Nederland. En dat waren er heel wat. Ons Volk, De Vliegende Hollander, De Waarheid, De Times, Kat in Pers, dat was de katholieke illegale blaadje in Heemstede. Vrij Nederland was een van de grootste tijdschriften van bezet Nederland. Nederland Vecht. En zo gaat het nog een paar pagina's door. Dus degene die dit boek gemaakt heeft, heeft al die krantjes erin verzameld. Blijkbaar vond hij dat belangrijk om zo te bewaren, om te laten zien welke krantjes er allemaal waren. En op die manier kreeg bezet Nederland nieuws dat niet door de Duitsers was gecensureerd. Nou, we bladeren even verder. En dan hier zien we nieuws uit een van die illegale krantjes waar we het net over hadden, die Kat in Pers. Groot offensief, want het bevrijdingsoffensief is begonnen bij Arnhem. Dus de geallieerden komen eraan. Groot nieuws natuurlijk in Nederland in die tijd, wat in de Duitse kranten eigenlijk zo goed als niet verscheen. Nou, daar was men blij mee natuurlijk, maar daar moest nog wel even een ernstige waarschuwing over gegeven worden. Want die illegale krantjes waren natuurlijk, werden verspreid door mensen die dat stiekem deden. Als de Duitsers ze pakten, hadden ze een probleem. En blijkbaar was het zo dat mensen die eigenlijk verwachten dat die Duitsers snel het land uitgejaagd zouden zijn, al vrolijk naar buiten liepen toen hun bezorger van de illegale krant eraan kwam. En dus naar buiten renden met blij om het nieuws te ontvangen. En hier wordt toch nog even ernstig gewaarschuwd dat dat geen goed idee is, want de vijand is nog zeker wel in het land aanwezig. Dus doe nog maar even voorzichtig. Nou, ze hadden natuurlijk ook al meegemaakt hoe dat met Dolle Dinsdag was gegaan, toen ze hoopten dat Nederland al bevrijd zou worden in september 1944. Maar dat liet toen nog even op zich wachten. Maar uiteindelijk, onvoorwaardelijke overgave. De Duitsers, die geven zich over. De oorlog is gewonnen door de geallieerden. Berlijn capituleert. En Hitler is dood. Goed nieuws voor Nederland. En dat wordt natuurlijk uitzinnig gevierd. En onder andere in de kranten zie je dit soort berichtjes verschijnen. Rouwberichten voor Adolf Hitler. Nou, dan denk je, waarom in hemelsnaam rouwberichten voor Hitler? Dat was toch de grote vijand. Maar als je ze dan van dichtbij bekijkt, dan snap je het ineens. Met grote vreugde geven wij u kennis van het zo vurig verlangen de afsterven van 's werelds grootste oorlogsmisdadiger Adolf Hitler. Met een hakenkruis de verkeerde kant op. Hier staat het hakenkruis wel de goede kant op, maar recht in de put met die Hitler. Nou, en zo zijn er nog een paar voorbeelden van dat soort ironische rouwberichtjes in de kranten die allemaal verschenen. Nou, die krantjes waren dus heel belangrijk. Dat vond blijkbaar degene die dit scrapbook gemaakt dat ook heel erg. En waarom waren die nou zo belangrijk? Nou, dat wordt eigenlijk op dit paginaatje mooi weergegeven. De Duitsers censureerden de boel natuurlijk. Dus via dit soort illegale blaadjes kon toch het nieuws verspreid worden. Wat niet alleen maar door de Duitsers was beïnvloed. Of hoe de waarheid aan het licht komt. De illegale pers. En dan is het een prachtig gedichtje. Slechts nazi-leugentaal in de nazi-pers. En er wordt elke keer doorbroken door de illegale pers. Nou, je kunt het zelf lezen. En Ons Volk werd de invloed van het gift van de Max Blokzuiltjes bespaard door de illegale pers. En Max Blokzuil was een bekende collaborateur en journalist die duidelijk wel het nieuws verspreidde, zoals de nazi's dat wilden hebben. Nou, zo staat er nog veel meer moois in dit boek. En opvallende is deze stoffen band
de oranje band, of die werd gedragen door de mannen van en vrouwen van de ondergrondse beweging. En dat zie je trouwens ook op deze prachtige Time Warp van Alkmaar. Op de achtergrond ziet u de waag. Meneer loopt op de voorgrond, dat is de nieuwe situatie. En dan daarin de oude situatie. En daar ziet u allerlei mannen die vochten voor de ondergrondse. En als u kijkt om hun armen, ziet u het misschien al. Zie je het misschien al. De oranje banden. En een van die exemplaren is dus hier ingeplakt. Maar dan wel met de notitie erbij van de maker van het scrapbook. Beruchte Dolle Dinsdag maakte iedereen al banden voor de ondergrondse beweging. Nou, dus ook mensen die daar helemaal niet bij zaten maakten zo'n band om te laten zien dat ze solidair waren. En dit is dus een van die namaakbanden. Nou, na de bevrijding zijpelde steeds meer nieuws Nederland binnen. Bijvoorbeeld het afschuwelijke nieuws van wat er allemaal was gebeurd in de kampen. Terug uit de hel van Dachau. En daar gaat het dus over wat er allemaal gebeurd is in het concentratiekamp Dachau. Martelie van tienduizenden. Tienduizenden mensen gemarteld. Hongerdood gestorven. Al dat soort gruwelijke berichten kwamen na de Tweede Wereldoorlog steeds meer naar buiten. Maar over het algemeen heerste er toch wel vreugde natuurlijk. Omdat die vreselijke oorlog eindelijk af was. En we zitten daar ook vlak na de hongerwinter. En hier ziet u het gevolg daarvan, van de oorlog en van die hongerperiode. Al die bekende voedselbonnetjes. Ook dat soort dingen zitten in dit prachtige scrapbook verzameld. En het laatste wat ik ga laten zien is deze pagina. De hoofdrolspelers van de Tweede Wereldoorlog. Hier de Big Three. En hier natuurlijk de tegenstanders. Die zien we hier, wat mooi. Alleen hun hoofdjes, maar daar waren ook grotere kaartjes van gemaakt. Dat waren postkaartjes die je gewoon kon versturen met onze vriend toen nog Stalin op de voorgrond. De Amerikaanse leider, we weten nou niet zeker of dit nou Roosevelt is of dat het toch Truman is. Maar dat het een Amerikaan is, daar mogen we wel van uitgaan. En natuurlijk de bekende Churchill. En hij is mooi eng afgebeeld, Hitler en Mussolini. Dus wie nog een gezellig kaartje zoekt om naar de familie te sturen, kan zich in dit scrapbook uitleveren.